Goedendag allemaal, welkom bij Gert-Jan's Keuze. Vandaag pompoenen! Het pompoenenseizoen gaat nu helemaal los. En ik wil u graag meenemen in de vele soorten die er nu zijn. En ook producten, pompoenproducten, ondersteunend voor u in de keuken. Zal ik beginnen met de kleinste, de Jack B. Little uit Frankrijk, of de grootste? En de grootste, die komen uit Duitsland. En in Duitsland is het echt topsport voor de telers om zo groot mogelijke pompoenen te kweken. En dat is zeker gelukt. Wat echt een seizoenspompoen is, is de Halloween pompoen. Wordt echt voor sier geteeld, rond deze tijd. We hebben de muskaatpompoenen. We hebben de Ushikuri pompoenen. Staat erom bekend dat ook de schil eetbaar is. Geeft ook een hele mooie kleur, maar ook een hele mooie smaak. De sweet dumpling, van origine uit Azië, een groene pompoen, heel vlezig, nootachtig. Bijzonder is de spaghetti pompoen, echt draderig van binnen. De crown prince, ook een hele mooie pompoen, zijn allemaal fantastisch. En de meest verkochte pompoen over het hele jaar is de flespompoen. Echt heel veel vlees, super bruikbaar. En van de flespompoen hebben we ook de sous-vide. Heel mooi gegaard, mooi stevig nog. En deze maand geïntroduceerd gerookte, koud gerookte flespompoen. Moet u zeker een keer proberen. Echt een fantastisch product, echt vakmanschap. Van Romina heb ik voor u uitgezocht pompoenpittenolie. Origineel uit Oostenrijk, waar ze het echt heel goed kunnen. Generatie op generatie. En uit Nieuw-Zeeland gevriesdroogde pompoenpoeder. Ook heel mooi. En natuurlijk pompoenpitten. Een heel mooi assortiment ondersteunend aan een heel mooi pompoenenseizoen.